gaan het hebben over de muziektheatervoorstelling Over de Bijaardier die in een klok veranderde. En is op 12 mei te zien in Corosia in Almere. En via Skype hebben we contact met Jorrit Tamminga. Ja, hij is initiatiefnemer en componist van de voorstelling. Ja, dat klopt. Jorrit, de voorstelling is gebaseerd op je vader. Ja, op het leven en de dood. En je zou kunnen zeggen wedergeboorte van mijn vader. En wedergeboorte, dat klinkt misschien heel erg religieus, maar ik bedoel er eigenlijk mee dat er naar aanleiding van zijn overlijden een klok is gegoten als soort eerbetoon. Oh, wauw. Een klok? Dus in die zin zou je kunnen zeggen, klinkt die nu voor eeuwig over de stad? En is dat ook waar de show over gaat? Ja, deels wel. Ja. Dus dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het gaat over een jongetje. Dus mijn vader, die al als klein kindje al heel graag op de bijaard wou spelen. Was helemaal gebiologeerd door de klank van de klokken. En uiteindelijk wordt hij ook bijaardier. En op het hoogtepunt van zijn carrière mag hij ook nog met Lou Reed gaan spelen. Dus de bekende rockster. Ja. En na het overlijden van mijn vader heeft de stad besloten, het stadje Goes waar het hier over gaat, een klok te gieten als herinnering aan de bijaardier. Ja. Ja. En is daarna in de klok, in de toren van Goes gehesen. Mm-hmm. Maar ontzettend mooi eerbetoon, hè? Ja, zeker. Heel ja, bijzonder. Zeker. Maar hoe breng je zoiets naar theater, ja, vraag ik me dan af? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. En daarom heb ik ook de hulp ingeschakeld van onder andere Katinka Polderman. En Katinka Polderman, die kennen jullie denk ik wel. Is een singer-songwriter, maar ook cabaretier. Ja, precies. Ja. En ik heb haar gevraagd om teksten te schrijven. En ze vond het ook zo leuk dat ze zelf ook heeft besloten om mee te doen in de voorstelling. Mm-hmm. En zij vertelt het verhaal en zingt ook het verhaal in liedjes en in tekst. En daarnaast heb ik ook nog twee filmmakers, Paul en Menno de Nooier, benaderd om films te maken en ook performances te geven. En als, hoe zeg je dat, als slagroom op de taart ook nog drie topmuzikanten, Erik Bosgraaf, Isar Elias en Bart de Vrees, om het geheel ook live te spelen. Ja, nou, ik heb eventjes ook het een en ander opgezocht en ook aan recensies gevonden, bijvoorbeeld op de Theaterkrant, die ken je ongetwijfeld zelf ook. Die zijn niet heel erg positief, om het maar even zacht uit te drukken. Ze geven één ster. En ze zeggen ook helaas, het blijft onbespeeld. Net zoals de hele voorstelling blijft bungelen in niet ingeloste verwachtingen. Nou ja, dat doet wel wat met je, denk ik, als je dat leest. Nou, dat was ook de enige recensie die heel negatief was. Maar daarnaast waren alle reacties van het publiek en ook van alle fans als het ware. En ook de experts waren heel erg lovend. Dus in die zin heb ik die recensie gelukkig naast me kunnen laten. Ja, want anders kun je denk ik ook gewoon, dat lijkt me ook, als je dan als een voorstelling moet spelen en je hebt dat net gelezen, dan denk je, hè, verdikken, hebben ze het wel begrepen? Is dat het? Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk ook meteen mijn reactie, inderdaad. Maar dat geeft op zich niks, want er zaten ook wel wat dingen in waar ik dacht, nou ja, er zit misschien nog wel wat in ook. Mm-hmm. Dus we hebben ook nog wel hier en daar nog wat dingen verbeterd. En het is ook nog veel beter geworden dan de eerste voorstelling. Ja, we zijn inmiddels ook al heel wat maanden weer verder, hè? Want die recensie is van september 2017. We zijn al ruim een half jaar verder natuurlijk. Maar Jorrit, het lijkt me ontzettend ingewikkeld. Want jij hebt de muziek geschreven. En dan ben je inderdaad dus naar Katinka gegaan van, nou, doe jij de teksten? Je werkt met veel mensen. Uiteindelijk wordt het een voorstelling. Maar jij hebt een deel ervan. Is van jouw hand ook echt. In hoeverre heb je dan echt nog het gevoel dat jouw product op het podium... En dat het over jouw leven en jouw vader gaat. Ja. Omdat het zo'n persoonlijk verhaal van jou is. Ja. Ja, maar ik heb mezelf ook nog even in de voorstelling gepraat. Want ik ben ook nog op het podium gaan staan. Dus in die zin ben ik ook nog gewoon nog aan bezig. Dus ik vond het ook leuk. En ik geloof dat ik weet dat de andere spelers het ook leuk vonden. Dat ik ook fysiek aanwezig ben op het podium. En ik speel hier en daar een akkoordje op een gitaar mee. En ik speel wat op de laptop mee. Dus ik ben ook nog aanwezig op het podium. Dus ik heb het niet helemaal uit de handen weten. Maar als muzikant dus? Of ook echt als jezelf? Ja, als muzikant, maar ook als een soort levend decor, zou je kunnen zeggen. Want ik ben niet zo'n hele goede muzikant, maar ik vind het wel leuk om op het podium te staan. Maar als jij nu, want je kan dus niet zelf in de zaal gaan zitten, want je doet zelf mee. Maar als je zo op het podium staat dan en je maakt die voorstelling mee, is het wel geworden wat je in je hoofd had? Ja, absoluut. Nou, meer dan dat. Want ik kon het eigenlijk alleen nog maar in muziek kon ik me voorstellen. Daar kan ik me heel goed een voorstelling van maken. Dat heb ik ook gehoord toen ik het aan het componeren was. En ik probeerde me daar iets bij voor te stellen qua beelden en qua teksten. Maar toen het uiteindelijk helemaal samenkwam, vond ik het echt fantastisch. Kijk eens aan. Zaterdag dus de laatste voorstelling, hè, in Corosia in Almere. Zijn er nog kaarten beschikbaar? Ja, denk het wel hoor. Ja? Zeker. Ja. Nou, misschien moeten wij gaan kijken. Gewoon, ik denk het wel. Ja. Toch? Ja. Ja. Ontzettend mooi, zo'n persoonlijk verhaal. Dat raakt me sowieso altijd wel. Ja, en het is ook de laatste. Dus als je zaterdag niet kan, is het ook gewoon voorbij. Want komt er nog een reprise volgend jaar, denk je? Of zeg je van, nou, ik denk het niet. Nee, ik denk dat we het hier gewoon helemaal bij laten. Goed, en dan weer werken aan nieuwe voorstellingen. Nog nieuws. Ja, absoluut. Mooi.